It's a bird, it's a plane, it's Superman. Deze legendarische uitspraak uit de musical rond het beroemde DC Comics karakter is waarschijnlijk dezelfde reactie die mensen hebben bij het zien van de Honda Vultus. Want wat is deze motorfiets nou eigenlijk? Een scooter? Een cruiser? Een decorstuk uit Battlestar Galactica? Honda houdt het zelf bij een cruiser. En met zijn ideale ruggensteun lijkt het misschien inderdaad wel een zeer futuristische versie van een powercruiser. De NM4 Vultus is in ieder geval wel het resultaat als je bij Honda een groep designers van twintigers en jonge dertigers de vrije hand geeft. Al eerder zagen we een dergelijk project uit de Honda garage rollen, namelijk de DN01. Deze fiets is echter nooit een succes geworden, dus knap van Honda dat ze wederom een zeer gedurfde motorfiets aan het publiek presenteren. Maar wat biedt de Vultus ons? Onder de huid van deze futuristische motorfiets treffen we een scala van innovatieve technologie aan. De basis wordt gevormd door een 55 pk sterke 745cc tweecilinderblok dat we kennen uit de NC57. Deze is standaard gekoppeld aan de DCT-versnellingsbak. Schakelen kan dus automatisch, maar als je wil ook met de flippers. De zit op de motor is door de lage zithoogte en de eerder genoemde ruggensteun erg comfortabel. Daar lijkt hij wel weer het meest op een scooter, maar dan met leuning. En zo rijdt hij ook, comfortabel. Hier zien we echt weer de echte Honda terug. Gewoon goed zitten, goed sturen en een degelijk gevoel. Spannend? Mwah, dat misschien niet, gewoon goed. Maar voorlopig ben je meer bezig met het van je afslaan van een fotograferende menigte dan met rijden, hebben wij gemerkt. Dus als je van aandacht houdt, dit is je motorfiets. Opvallend aan de motorfiets zijn niet alleen de futuristische lijnen en de zit, maar ook zeker de indrukwekkende cockpit van deze in Japan bedachte UFO. Zo is de verlichting van het futuristische dashboard in 25 verschillende kleuren in te stellen. Opvallend is ook de schakelindicatie in kleur. Wit in neutraal, blauw in D, roze in S en rood bij handmatig schakelen. Al met al een indrukwekkende verschijning die gewoon bijzonder goed rijdt. Dus is Honda geslaagd met hun gedurfde motorfiets die ergens tussen de DN01 en de Integra in zweeft? Ik denk het wel. En blijkbaar volkstammen motorrijders en niet-motorrijders ook, gezien de hoeveelheid foto's die gemaakt zijn gedurende de proefrit van een paar dagen. En dan tot slot nog even alle sterke en zwakke punten van deze motor op een rij.